Welkom bij de Hofnar, bij Reflecteren met de Hofnar. Ik denk dat de meeste van jullie de Hofnar kennen zoals die hier staat afgebeeld. Zie je deze afbeelding als een clowntje die een beetje gek doet, een beetje jongleren, een beetje zorgt voor entertainment en vermaak van de koning. En dat klopt, alleen had hij nog 15 andere functies aan het hof. Dus in totaal 16 functies waarmee hij dat reflectieve vermogen van de koning vergrootte. Hier staat hij, hè? Entertainer, die kennen we allemaal wel. Maar veel minder mensen weten dat hij de beste adviseur was van de koning. Dat hij kritiek mocht uiten op de koning, waar anderen direct in die tijd onthoofd of bij jullie de klas uitgestuurd werden. Satire mocht hij toepassen, nog verder dan kritiek, gewoon een lolletje erover maken. Nou gaan we die basis leggen, zodat we echt met blokje 1 het gezamenlijke vertrekpunt hebben. En dat doen we in de vorm van een quiz. En die quiz gaan we lekker oldschool doen, namelijk hands up, hands down. Hoe doe je dit nou in het onderwijs? En dan geef ik graag het woord aan mijn liefdallige collega Lida. Dat is dan natuurlijk de vraag. Dus als je weet wie die Hofnar is en wat hij kan betekenen, hè, dat hij de spiegel voorhoudt, dat je eigenlijk ook altijd iemand anders nodig hebt om je te wijzen op de blinde vlekken, dan is de vraag van hoe zou je dat dan met studenten kunnen doen? Eigenlijk de eerste stap is natuurlijk gewoon duidelijk zijn over wat is reflectie. Ja, net was het al even van iedereen heeft een verschillende definitie. Het is ook eigenlijk zo'n containerbegrip en we kunnen niet zomaar ook van studenten verwachten dat ze weten wat het is. Dus dat begint er misschien gewoon wel mee met ook met hun te starten een lesje of een bijeenkomst, een leuke workshop liever, over wat is eigenlijk reflectie. En dan vervolgens natuurlijk, en wat is die Hofnar-methode? Om hun ook een beetje mee te nemen in hoe leuk kan zo'n Hofnar zijn, hoe leuk kan reflecteren eigenlijk zijn. Die Hofnar-methode bestaat eigenlijk uit twee cirkels. De passieve en actieve manier noemden jullie dat, ofwel de koningscirkel en de Hofnar-cirkel. Bij de koningscirkel doe je eigenlijk de stappen die jullie eigenlijk ook wel kennen van een reflectiecyclus. Alleen er zijn er twee aan toegevoegd. Namelijk dat je altijd tijd moet nemen voor reflectie. En wees ook bewust van je blinde vlek. Dus probeer ook halverwege die cyclus iemand anders te vragen om met jou mee te kijken. Dus vlieg dan een Hofnar in. Wij geloven er gewoon in dat die Hofnar een heel positief en leuk effect kan hebben op de weerstand tegen reflectie. Dat daardoor af kan nemen, dat reflecteren misschien weer leuk kan worden in het onderwijs. Ja, ik vond het inspirerend, vooral vernieuwend en een nieuwe methode die ik heel graag misschien ook op de werkplek wil gaan proberen. Ik vond hem verhelderend. Ik kende de methode al een beetje. Maar ik had er wel een hard hoofd in van hoe kan ik dit nu in korte tijd bij studenten uit gaan proberen. En daar heb ik wel wat handvatten voor gekregen. Dat ik denk van, dit is misschien toch wel haalbaar. Ja, ik vond het een hartstikke mooie presentatie. En heel helder al die 16 rollen. En ik popel om het te gaan uitproberen bij teams tijdens de intervisiebegeleiding. Want ik zie dat in anderhalf uur echt wel voor me. Ik vond het eigenlijk een hele enthousiaste en leuke innovatieve presentatie met een mooi literaire onderbouwing over waarom deze methode in de praktijk geïmplementeerd moet worden. En ook met voorbeelden uit het boek die implementatie echt daadwerkelijk maakbaar maken. Dus ik vond het echt top.